voel me echt een ambassadeur voor de bloemende planten. En hoop heel veel energie te geven daarin. Maar die bloemende planten, die kan je heel veel leuke dingen mee doen. En dat moet je zelf zoeken. Het is een soort onderzoekingstocht. Hier, in de omgeving van mijn huis. Maar dat zijn grote steden, dat zijn tentoonstellingen, dat is muziek, dat is een gesprek met de mens. Je loopt door de stad in Amsterdam en dan zie je soms een kleurtje. Of je ziet iets dat je denkt van yes, dat is leuk. En dat zijn allemaal inspiratiemomenten. Dus eigenlijk alles wat ik elke dag opneem, waarneem, wat ik zie. Dus ik vind kijken heel erg belangrijk. Maar als je kijkt, neem je het dan waar. Weet je, dan zie je het en neem je het op. En wat doe je er dan mee? Ik luister graag. En dan voelen mijn voelsprieten, die voelen een tendens. En dan is het zeg maar al een soort concept wat ik al in mijn hoofd heb. En dat groeit dan zo verder, zo'n heel jaar door. En dan uiteindelijk staat het in mijn winkel. Eigenlijk is een interieur een vertaling van je leven. Dus dat kan je niet op een zaterdagmiddag gaan shoppen, want dat is helemaal niet leuk. Want dan wordt het ook saai. En ik denk dat een interieur, dat bouw je op. En dat is natuurlijk leuk als ze je die titel geven, maar eigenlijk zit ik op een heel andere manier in elkaar. Wil ik alleen mooie dingen creëren. En wil ik gewoon dat mensen gewoon genieten van datgene wat we doen. Maar dat schijnen we op een dusdanige manier te doen dat mensen ons een trendsetter noemen. We hebben eigenlijk een hele beperkte ruimte. En op die beperkte ruimte is het dan even een chaos van doosjes en verpakkingen. Maar je ziet het zo zeg maar, ontstaan. En dat groeit dus. Je ziet het proces in wording. In de etalage willen we eigenlijk het gevoel creëren of dat je als het ware, als je buiten op de stoep staat, in een aquarium kijkt. Volg je eigen verhaal, sta erachter, doe het gewoon en wordt het ook veel leuker. Dan krijg je de juiste mensen op de juiste plek en die waarderen het ook. En ga nooit een ander kopiëren. Je mag inspiratie van een ander pakken, maar ga nooit kopiëren, want dan loop je altijd achter de feiten aan.